Een hele goede morgen. Het is weer tijd voor een ontbijtje. Dus wij moeten met 10 minuten naar het luchthaven toe. En wij moesten eigenlijk in de rij staan met allemaal Chinezen hier. Maar ja, we hebben helemaal geen tijd voor. Nessim is de hele tijd aan het voortdringen. Hey Nessim! Kruipen. Goedemorgen jongens. De hele dag gewoon niet gevlogd. We zijn net aangekomen bij ons huis eigenlijk. Maar ik had niet echt veel zin om de reis te vloggen, want het was echt zo vroeg. En ik zag er zo uit. Ik kwam aan op Eindhoven als zwerver. Wij gaan nu naar de Jumbo. Even een paar lekkere dingetjes halen, want ik ga zo even koken, want Nessim heeft honger. En ik ook eigenlijk. En daarna moet ik hem even omkleden, even opfrissen, douchen. En dan ga ik richting Honey om mijn katjes op te halen. Wil je nog wat zeggen? Ik heb vandaag chips gekocht voor een kindje. Oh ja, dat was super schattig als een kindje. Dat is zo'n Arab kindje, een heel schattig Arab kindje. En hij was bij de automaat en hij zei tegen zijn moeder dat hij chips wou, maar die moeder wou het niet halen voor hem. Hij zei, wat zei ze van nee. Ja, ze moesten door of zo, ik weet niet. Ja, ze moesten heel snel doorlopen of zo. En toen wou Nessim al wat voor zichzelf halen, zei hij gewoon die muntje erin. Toen zei hij, welke chips wil jij? Toen koos hij die naturel zo, weet je wel. Dus stiekem zo wijzen zonder dat zijn moeder het zag. En toen ging hij zijn chips voor hem halen. Ging hem geven. Hij was helemaal zo blij. Ik denk dat hij echt anderhalf jaar of zo was. Nee, joh. Nee. Hoe oud was die? Ik weet dat nooit met kinderen. Ik vind het altijd zo moeilijk. Twee? Maar eet hij dan chips? Twee, drie. Eten kinderen van twee chips? Ik heb geen kind van twee. Ik weet het niet. Nee. Het was wel grappig. En toen ging die moeder ons bedanken. Maar dat was gewoon heel erg cute. Echt cute. Wij gaan boodschappen doen. Doei. Beter dan dit gaat het me niet worden vandaag. Ik heb echt geen zin om mijn haren te doen en mijn make-up en zo. Ik heb heerlijk gedoucht. Ik ben echt zo lekker fris. Ik voel me helemaal lekker. Ik voel me net een teddybeertje nu. Ik ruik ook echt zo lekker. En ik heb nu die sweater aan van Alice. Is er zo babyblauw en zo. Dus ik voel me echt zo'n teddybeertje nu. Wij hebben trouwens echt heerlijk gegeten. Nessim wou heel graag dat ik zijn pasta van gisteren ging namaken. Dus heb ik geprobeerd. Super goed gelukt. Was heel veel van overgebleven. Dus ik heb ook een bakje mee voor Honey. Ik ga nu dus naar Honey en ik ga mijn kindjes ophalen. Ik heb ze echt zo erg gemist. Echt waar. Ik heb haar vandaag even van stuur me alsjeblieft foto's van hun. Ik heb ze echt zo gemist. Ze zijn zo stout bij Honey. Echt. Ik heb het gevoel alsof ze gewoon weten dat ze bij Honey gewoon alles kunnen maken. En ik heb haar voer meegegeven. Waar ik eigenlijk normaal gesproken een week mee doe. En ze hebben het gewoon in 3 dagen opgegeten. Volgens mij heeft ze gewoon te veel voer. Ik zeg ja, dat kan toch nooit. Zegt ze ja. Maar elke keer als ik een bakje vul, is het zo weer op. Ik zeg, ja, maar ze eten gewoon. Ze hebben geen rem. Als er eten is, dan eten ze het gewoon op. Echt grappig. Ja, ik ga nu snel even naar Honey rijden. Ik kijk net in de spiegel en ik schrok me dood. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Volgens mij kan je het op beeld niet zo goed zien. Maar ik zal jullie wel even zo'n foto laten zien. Maar ik heb dus helemaal uitslag hier bij mijn hals. Aan deze kant en aan deze kant. Is vet droge huid. En echt gewoon allemaal van die vlekjes of zo. Lekker bijna pigmentvlekken. Dus ik maakte gelijk een foto en ik stuurde die naar Sarah van Dermakliniek. Maar het blijkt dus dat ik allergisch ben voor de ketting die ik altijd om heb. Hey Dinar! Hallo! Heb je veel gefroten? Heb je lekker veel gefroten, jongen? Honey, geef je heel het eten, hè? Hele zak op! Dat is niet de bedoeling. Nou, die wil niet meer terug naar huis volgens mij, hoor. Ik zit inmiddels in de auto met mijn katjes. Hi liefie. Hi Lina, ik heb jou gemist. En dit is Dinar. Hi. Zo, ik ben thuis met mijn katjes. Lira is al los. En Dinar gaat er nu uit. Leuk hè? Oh, eindelijk lekker thuis. Het is grappig, want Honey vindt Dinar dus echt leuker. Want Dinar is echt een rebel. Maar Marcel is haar zoontje. En die vindt Lira dus weer heel erg leuk. Omdat ze gewoon lekker rustig en chill is. Dus echt iedereen is zijn favoriet. Ik heb nog even lekker een slaatje voor mezelf gemaakt. Met boontjes, tomaten, basilicum, citroen, olijfolie, zout, peper. Niet helemaal keto natuurlijk, maar ik start morgen weer. Want ik was vandaag echt zo moe.
wat ik gewoon lekker wil eten. Lessie is net klaar met zijn podcast. En hij wil nog graag ergens eten, dus dat gaan we nu even samen doen. Dus we gaan even ergens meeten om even te eten. Maar als er iets haakt in de dag, dan zijn het garages. Ik vind het echt dol eng. Aangezien ik nog even een laatste nacht kan genieten, ga ik even voor een heel andere keuze. En dat is deze. Libanees brood gevuld met lams gehakt. En dan wil ik natuurlijk mijn lievelingssalade erbij. Tabouli. Hij is nu weer zijn eten gekregen. Hij gaat echt dood van honger. Hij heeft scoze besteld. En dit keer is die... Volgens mij is het warm, of niet? Hij is dit keer dus voor fasulje gaan in plaats van bamja. Lekker hoor. Yes. En dit is mijn broodje. Het ziet er echt gruwelijk uit. Wij zitten nu bij de shisha lounge. Zit er wel in de shisha lounge? Het is toch een shisha gedeelte? Ja, een gedeelte van een restaurant, maar het is geen lounge. Wat moest ik dan zeggen? Wij zitten nu bij de shisha. Moest ja, ik zeggen? Het is nog steeds in hetzelfde restaurant. Ja, maar het is toch de shisha lounge? Als je zegt shisha lounge, klinkt zo goed. Deze smaak heet dus Lady Killer, maar hij ruikt echt zo lekker. Niet normaal, is het nu toch echt de lekkerste. Ik heb net baklava besteld. Wat wil je zeggen? No diet for me, bitches. Nee, ik zweer. Morgen gaan we weer beginnen. Weet je wat ik echt haat? Dat mensen dan gaan denken dat je de hele tijd... Nee, dat we hebben één dag dus op te schuiven met onze cheat daten. Morgen gaan we echt beginnen. Uiteindelijk. Weet je, ik kom sowieso in jouw voorkomende over als die vreedzak. Mensen zijn het gewend van mij. Als die dikzak. Ik ben echt een dikzak geworden. Maar weet je wat ik wel echt weet? Dat ik vandaag echt zo lekker ga slapen in mijn eigen bed. Met een volle buik en met mijn katjes. Ik ben zo blij en gelukkig. We hadden trouwens laatst dat we een discussie over Arabische namen. Ja. Die meestal dikke mensen hebben. Oké, op nummer 1 was bij ons Hamza. Shukran. Shukran. Op nummer 1 Hamza. Ik weet niet waarom, als ik Hamza hoor, ik ben zo'n dikke jongen. Zo'n kleine dikke jongen. En nummer 2? Wat mannen? Fatima. Ja, Fatima. Voor vrouwen Fatima. Fatima. Ja. Ik hoop nu niet dat iemand van jullie Fatima heet of Hamza. Dat is wel echt erg. Oh, heerlijk thee en baklava. Kom, we gaan proosten en zien. Proost op het dikzakleven. Proost. Sim ziet de katten nu pas. Oh joh, krijg lieren aandacht. Zo lekker. Kijk, ze wil niet meer, ze wil niet meer. Oh, mooi onderbroek, Nessie. Rode reet. Hey, schatjes, wat is het huis toch gezellig met jullie. Hi. Wil je aandacht? Kom dan. Kijk, en wie zit er met zijn onderbroek? Wow. Ik heb me inmiddels klaargemaakt voor bed. Ik heb mijn gezicht gereinigd, tanden gepoetst. Ik heb even mijn lippen ingevet. En ik ga nu even mijn wimpers even kammen. Want die stop is helemaal niet meer goed. Vooral dit stukje. Maar in ieder geval, ik ga zo naar bed. Maar ik ga eerst even een serie kijken. Ik heb jullie dus al laatst verteld van dat ik erg obsessief ben met series over vampieren. Of films ook met vampieren en zo. Ik ben dus net begonnen aan Vampire Diaries. En ik vind het eigenlijk best wel tof. Ik had al eerder gezegd dat ik dus Twilight helemaal heb afgekeken. En ik vond het gewoon echt heel erg tof. En ik ben er heel erg laat mee. Ik weet het zelf ook wel. Maar ja, ik weet niet. Ik heb nu opeens een obsessie daarmee. Dus ik ga nu even nog een serietje kijken. Daarna ga ik naar bed. Mijn wenkbrauwen zien er niet meer uit. Ze zijn weer helemaal gegroeid. Maar ik ga morgen weer langs Elna's gelukkig. En dat hou ik heel goed bij nu. Ik moet even echt heel goed uitkomen. Ik ga mijn vlog bij deze afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doeg! Girl, I've been searching for someone like you. I know this is certain. I know you was made for me too.